is Prinsjesdag. Ik kom net terug uit de Ridderzaal waar de koning de troonrede heeft uitgesproken. De eerste keer dat dit kabinet verantwoordelijk is voor de troonrede. De begrotingen presenteert, de miljoenennota. Het is wel een heel mooi moment. Het is trouwens ook een prachtige dag ervoor. Er zit natuurlijk veel in. Hè. Ik denk dat het belangrijk is dat ook de troonrede uitstraalde dat wij het samen willen doen. Het kabinet ziet partners in bijvoorbeeld de andere overheden. Ook bij Denk in de Woningmarkt, aan de bouwers, aan de ontwikkelaars, aan de woningbouwcorporaties. Dat vind ik belangrijk. Dat is voor BZK belangrijk, denk ik. Past ook bij ons als departement. Om te helpen om de partijen bij elkaar te brengen, om dingen voor elkaar te krijgen. Dus de begrotingen liggen er. We gaan natuurlijk daarmee aan de slag. Maar allereerst door veel media te woord te staan. Ik ga vanmiddag praten samen met de andere vicepremiers en zelfs één interview met z'n vieren, met de premier er ook bij. Om nog wat toelichting te geven op onze ambities en onze plannen. Morgen algemene beschouwingen. Vrijdag gaan we die afronden en vanaf dat moment kunnen we eigenlijk gewoon weer aan de slag. Schouders eronder en resultaten bereiken.